Twee jaar geleden debuteerde hij met het album Koblenz. Hij speelde ermee op festivals als Eurosonic, Krasnapolski, Incubate. En afgelopen vrijdag kwam zijn tweede plaat uit met de titel Peño. Peonia. Peonia, precies, dat wou ik zeggen. Paul, fijn dat je er bent. Ja, en dit is een break-up album. Dat zijn niet de slechtste albums in de popgeschiedenis. Het is een album wat er een beetje om draait dat je verdriet hebt bij het schrijven. In ieder geval had je verdriet over een relatie die voorbij was. Ja. Dus in diepe tranen plengde jij de pen in de tranen. Ja, kun je wel zeggen. Het heeft mooie liedjes opgeleverd. Ja, dank je. Ben je er nu vanaf? Ik ben er vanaf. Heb je van je afgeschreven? Ja. Van je afgezongen? Ja, ook. Geen liefdesverdriet meer? Nee, verre van. Annemarie. Annemarie. Ja. Ja. Nou, ik wou toch even weten. Ja, nee. Nee, verder niks. Laten we maar een mooi liedje gaan zien. Wie zit er naast je? Chris, draaier. Oké, hoe gaat het nummer heten? Before the Flood. Before the Flood. All right. I've been living on a dream, thinking this will always be our own holy land. Under the door and through the cracks in the walls, let's stay in bed while we wait for the water to rise. Just can't stop.